dat. Een tatoeëren was de zogenaamde poor man's Rembrandt. Als je door de hele tattoo-geschiedenis heen kijkt, dan zie je eigenlijk wel dat het reiselement altijd een groot aspect geweest is in de initiatie van jonge mensen. In de stap van jongetje naar man. Dus een leuke tas met souvenirs die je zelf op het vegenlijf moest meenemen, die raakte je kwijt onderweg. Die werd gestolen of... dus het beste ding zat dan toch op je lichaam. Maar toen Cook in de Pacific dat zeg maar dat tikgeluid hoorde en wat en daarbij te horen kreeg dat het tatau heette, heeft hij gewoon het dichtstbijzijnste woord in de Oxford Dictionary opgezocht en heeft het tattoo genoemd. En sinds die tijd noemen we het tattoo en zelfs tatoeage. Daarvoor noemden we het hier geloof ik in Nederland prikschilderen of zoiets. Er zijn een heleboel verschillende redenen waarom mensen zich kunnen laten tatoeëren. Je kunt denken aan nationalistische, religieuze redenen, magisch, mythische, cosmetische redenen, seksuele redenen, een stamgevoel, een totem. In het ergste geval wat er geweest is, de administratieve reden, hè? Het kapnummer. Voor mij persoonlijk, een tattoo is voor mij een herinnering uit een bepaalde periode in mijn leven. Elke tattoo die ik heb, heb ook iets met mij persoonlijk te maken. Ja, vroeger had je dan bijvoorbeeld, dat weet ik nog wel goed, met Peter was dat heel leuk. Dan zag je iemand binnenkomen en dan wist je al wat hij wou hebben. Dat was gewoon iets, dat was gewoon een bepaalde gaaf had die man daarin. En dat vond ik altijd zo apart, als bijvoorbeeld een Fransman binnenkwam of zo. Die wou meestal een panter of een tijger hebben. En dan, ja, Nederlanders die kwamen dan dat je visselaar, die waren dan scheepjes hebben, zoals jongens uit Urk en zo. En uit Katwijk en dat soort dingen meer. En Muiden. Die wilden allemaal dingen hebben, weet je, wat met hun leven ook te maken. Ik vind dat vroeger waren mensen toch wel impulsief met iets kiezen, maar ik denk dat de mensen toch wel iets meer een eigen standpunt hadden van visserman, dus ik wil een boot hebben. Goeiedag, ik ben Brian. Een zeemansgraf. En deze. Ja. En stuurrad. En de naam eruit gaan of niet? Ja, nee, van mevrouw. Maar wanneer, welke jaren zijn die gemaakt? Deze zit er dik 40 jaar op. Nou, Peter is geboren in Beverwijk en is op vrij jonge leeftijd is naar IJmuiden verhuisd. Want ja, zijn vader was visserman. Maar ik weet wel dat hij op een gegeven moment was hij 17 jaar oud. Toen heb hij een ongeluk gehad, waardoor hij zijn been was verloren. En hij kwam toen in een Duitse hospitaal. Waar hij op een gegeven moment een beetje, ja, is gaan tekenen en dat soort dingen. De eerste verhalen die ik van Peter weet is dat hij een soort van handelaar was. Zoals je die eigenlijk toch wel uniek voor de warme buurt altijd. Van die types die langs die meiden heen lopen met een beetje handel. En op een gegeven moment kom je daar bij een tatoeëerder terecht in Rotterdam. En dat was Albert Cornelissen. En daar is je eigenlijk een beetje door geïnspireerd geworden. En dan liep hij door Amsterdam heen en dan kwam hij in de bierbron, de Korte Nieuwe Dijk, Old Sailor. En dan zat hij naast je en een pilsje in de borrel en die zei, jij even een tatoeatie. Dit is een van de eerste tatoeaties die Peter gemaakt heeft. En dat deed hij met naalden in een kurk. En dan had hij zijn inkt gewoon bij hem. En dan tekende hij wat en dan ging hij zitten prikken. Die puntjes kwamen een klein stukje uit die kurk vandaan. En zo maakte hij een. Ja, zo kwam hij eigenlijk aan zijn dagelijkse borrel. Ik geloof dat Peter ergens in 54, 55 of zoiets voor het eerst een shopje heeft geopend. En dat was het keldertje in de Oorlogsteeg tegenover de haven van Texel. Café de haven van Texel. Nou, hier al hingen allemaal junken rond. Daar. Daar had je de haven van Texel. Nee, was hier al, hier had je de haven van Texel. Dit was de eerste tattoo, soort van tattoo Peter. Het trappetje liep ietsje breder, waren de treden ietsje dieper. Een beetje ook zo mooi uitgelopen waren. En deurtje zat natuurlijk altijd open. En ik ging zo naar binnen, toen zat Peter rechts om het hoekje. Ja, het zat de mensen te wachten en rechts zat een knaak vastgelast. Zo uit in de bank vast.
Iedereen is een restaurant. Ik heb er ook al gezeten een keer. Ja. Ik was 14, 15 jaar oud. Ik was vrij jong. En op een gegeven moment kwam hij dan bij ons thuis en dan kwam hij ons inwonen. En op een gegeven moment, ja, begon ik het eigenlijk wel fascinerend te vinden. Want voor die tijd had ik nog nooit van tatoeëren gehoord. Ik wist niet eens wat het was. En op een gegeven moment zei hij dan, toen was het op een gegeven moment, na een jaar of drie denk ik dat hij met mijn moeder was. Was hij op een gegeven moment, zei hij van, nou, kom maar een keer bij zitten, ga je lekker een beetje helpen met tekenen. Ik werkte bij de Bijenkorf op het Centraal Reclamebureau vanaf 1971 ongeveer. 70, 71. He, dat is natuurlijk, als je uit de provincie komt, een uiterste spannende buurt om eens een kijkje te gaan nemen. Zeker als het warm en zomers was, dat al die meiden meer of meer half op straat stonden. En dan, dan kom ik bij Tatoe Peter. En daar ging ik eigenlijk tussen de middag, zowel als 's avonds een uurtje zitten en kletsen over tatoeages. Ja, omdat iedereen was daar al getatoeëerd bij Peter vanuit mijn plaats. Den Helder. Dat is een uurtje hier van Amsterdam. Weet je dit ankertje? Toen was ik 14. Tatoe Peter. Nee, 15. Ik heb zaalschip op mijn borst laten zitten. Dat hieronder. Dat heb ik in 1980 weggecoverd. Om mijn kleur nog. Met haar. Ja, die kar heb ik Peter nog in de kelder gemaakt. Deze heb ik gemaakt. Ja. Die bloeddoos van Rund. Die ging daar nou even een biertje, een borreltje met Peter drinken. En dan ging hij naar huis toe, zijn vis schoonmaken. Of deed hij in de shop. De meeste ging hij naar huis toe, maakte hij zijn vis schoon. Dus ja, ook weer tevreden. En de tattoo betaald? Of ja, zeg maar, jaren 50 dat hij begon, was de goedkoopste tattoo was 1,50 gulden. En ik meen dat het liep tot en met, nou, pak een beet. Ik denk 150 gulden of zo. Je kon letters per krijgen aan knaak, vijf piek per letter of zo. Je kon, typisch Engels is dat, letters per letter. Kleine tattoetjes, 25, 30, 50. 180. En uiteindelijk dan ging er al wel eens types die 2,500, 300, 400. Hij heeft ook erg veel geld verdiend altijd. Het einde van de taart? 100 piek. Ja, 35 jaar. Ook 100 piek. Ja, nee. Drie tintjes. De klant wil deze adelaar hebben. En die is ontworpen door Peter in 1975 trouwens. Dus dat is alweer 30 jaar oud. En hij wil hem op zijn bovenbeen hebben, de klant. Nou, ik weet nog goed dat ik tatoeëerde met machines. Liep op 24 volt. Dus dat raaste gewoon door. Dan moest je gewoon echt... Ik bedoel, kijk. De tijd die je vroeger voor een tattoo nam, was een derde voor dezelfde tattoo die je nu maakt. Dat magnetische gebeuren, hij wordt naar beneden getrokken. Hij wordt weer losgelaten. En dat met een enorme snelheid. En als zulke machines zoals Peter, dan kwam hier een partij vuur vanaf, dat vloog in de ronde, daar brandden hele gaten in. Dit is bijvoorbeeld, Peter maakte zijn machine zelf. En dit is een gekochte machine, die is wel aangepast, maar dit is een gekochte machine. Hier zie je de naald ook zitten. Ik ben zelf getatoeëerd met machines waarvan een naald niet werd gewisseld. En de inkt was gewoon allemaal hetzelfde en dan blijf je maar doorprikken. Doordat die naald bot was en dan pakte weer een nieuwe naald. Maar ja, dat ging meestal drie weken overheen. Er is een hele rij machines, voor elke kleur een machine. En die naalden die bleven daar ook gewoon allemaal in zitten. AIDS bestond niet. Er waren ook geen rubber handschoenen of vaseline ging met de hand en klotte er overheen. Er stond een emmer water naast met een spons erin waarmee de boel schoongemaakt werd. En s'avonds werd het water weggegooid en 's ochtends werd er vers water in gedaan. En dat was ongeveer de hygiëne. Als je er dan op een zomerdag kwam, Peter was heel snel in het outlijnen. Hij had, die hele shop hing vol met flash. Al die flash had een nummertje. En hij had een soort van envelopjes. En met die nummers die erop correspondeerden. En daar zaten dus allemaal weer stenceltjes in. Outlijnde dan zo'n figuur. Gooide er een beetje schaduw in. En dan moesten ze gaan wachten tot ome Jan zover was om ze in te kleuren. Dus kon je wel eens gebeuren dat die hele tent vol zat met lui zonder hemd. Half bleek. Met grote bebloede verse tatoeages op hun borst. Arm, rug. Wachtend op ome Jan die dat moest inkleuren.
Dat ging ook in een razend tempo, want hij had een soort enorme... Die ruwheid die die tatoeage met zich meebracht toen hij elektrisch werd, maakte dat er een soort andere tatoeage bedacht moest worden. Die tatoeage moest aangepast worden aan die machine. Nou, weet je, het is, kijk, zoals je kijkt, zo'n lijn wordt altijd dikker dan vlamverdaard. Een kleur gaat altijd uitlopen, maar er zit zoveel ruimte en overal zoveel overzicht. Het is gewoon zo, de simpel, de eenvoud van die tattoo, dat maakt het juist dat het zo netjes maakt. Want dit is over 20 jaar, staat het toch nog zo? Ja, het is de eenvoud gewoon van een traditional tattoo, dat is gewoon... Niet nadenken, gewoon lijn zetten. En dat is iets dat. Je hebt gewoon een volle lijn nodig, gewoon met 4, 5 of 6, 7 naalds. Toen de Fransen een aantal jaren geleden zijn gaan tatoeëren, toen hadden ze eigenlijk niet een echte tatoeagetraditie. Men kende geen Franse tattoo shops. Er was één tattoo shop, die was van Bruno in Parijs. Overigens een broer van de tweede vrouw van Tattoo Peter, van Therese. En dus. Toen kon je in één keer in Amerika kon je op conventies komen en dan liepen er Fransen met barretten op. En die waren aan het tatoeëren. En die hanteerden een soort palet van allerlei kleur met 6, 7 machines. Dan zat het dan eens even een beetje met die machine, dan eens even met dat machine. En maakten ook een soort schilderachtige tatoeages zonder harde buitenlijnen en zoiets. Ja, rotzooi. Want dan kun je op wachten dat dat allemaal in elkaar vergroeit en zoiets. Het is een hele complexe manier van werken. Het gaat eigenlijk om een brede, strakke lijn die in één kleur wordt ingevuld. En dan heb je dat vlakje tegen dat vlakje aan. En de balans die je daarin houdt tussen getatoeëerde en ongetatoeëerde huid. Dat waren bijvoorbeeld ook klassieke fouten in het maken van tatoeages. Als een vent dus helemaal zo ging zitten en je ging dan die hele rug vol zetten. En die kwam dan overeind, dan zakt zo'n heel schip in zo'n vent zijn broek. Eigenlijk in die tijd... Dat Peter begon in 1955 zo, was Amsterdam een grote haven nog. En ja, toen eigenlijk wel elke week of elke twee weken dat er een schip aankwam. En waarbij mensen tatoeëren, of van die zeelaar tatoeëren. Nou, op een gegeven moment had je dan wat meer prostituties. En wat meer bikers en al dat soort gasten meer die kwamen op een gegeven moment. Dus je ging op een gegeven moment ging je ook een beetje meer andere motiefjes ophangen, wat weer meer met hun te maken had. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd, tatoeage is natuurlijk een non-verbale manier van communiceren. Man's ruin, staat altijd een blote meid, een dolk, gokken, de ondergang van de man. Een tatoeage als The Last Trip laat je er natuurlijk niet op zetten. Als je voor het eerst weg gaat. Voornamelijk hartjes, schepen. Ankers, pin-ups, zeilbootjes. Ja, eigenlijk een beetje een bepaalde variatie wat eigenlijk een beetje meer te maken had met zeevaart. In de Amerikaanse Navy bestaat bijvoorbeeld al ik weet niet hoe lang de traditie om een varkentje en een haan op je voet te tatoeëren. En dat zou dan een zeemans bijgeloof tegen verdrinking zijn. Als je die scrapbook ziet die lui hadden, dan zat er dan plaatjes in die je bijvoorbeeld uit de krant knipt. Je zag een mooie adelaar in de krant, knipte die adelaar uit. Dan denk je, nou, dan ga ik van de winter eens eventjes kijken of ik daar iets mee kan. Eens in de zoveel tijd, zoals dat eigenlijk echt gewoon hoort, hertekende hij de hele shop en paste hij die hele shop aan de tijd aan. En hier zie je een peetje, eigenlijk dat krulletje wat eraan zat, dat maakte hij altijd als een soort signering aan de tatoeages. Want als je dat ziet, zie je uiteindelijk dat Ole, zowel als Warlieg, zowel als Peter, zowel als Sailor Jerry Collins en al die mensen, die bedienden zich allemaal eigenlijk van dezelfde soort plaatjes. En stuurden die naar elkaar toe, die correspondeerden met elkaar. Ver voordat dat we in al die middelen hebben die we nu hebben, correspondeerden zo'n hele tattoo-wereld met elkaar. En hadden al kleine clubjes, hè, zoals de Bristol Tattoo Club en zoiets. En wisselden allerlei dingen uit. Kijk, moet je kijken, zo'n Tattoo Peter, die hield hier tattoo in landen over de hele wereld. Die hield hier een... Een soort van adressenbestand bij van tatoeëerders die hij ergens in de wereld kende. Beste tattoo friend, hierbij foto's ingesloten volgens de afspraak. Dan stuurde hij een paar fotootjes en dan hoopte hij dat hij er weer een paar terugkreeg. En zo kreeg hij dus steeds nieuw werk binnen en kon hij ook... en als hij iets moois was, dan tekende hij dat. Kijk, dit komt bij Kazuo Oguri vandaan.
De Kazuo Ogori is een tatoeëerder in Gifu City. En die stuurt dat in maart 1975 aan Lescuus. Hier Ole Hansen. Tattoo Ole. Ole Hansen had trouwens ook een hele gekleurde fiets met een mand erop met tattoo over Ole. En die fietsen dan de haven binnen. Maar zo'n sessietje ging natuurlijk toch ook nog wel eens een borreltje bij. Dus dat kon wel eens gebeuren. Dat ze met een barstende koppijn wakker werden, dat ze op volle zee waren. En dan moesten ze maar mee tot aan Rio de Janeiro of weet ik wat. En Ole zat op Neuhaven 17. En dat is al meer dan 100 jaar een shop. Dat is nu denk ik al wel zo'n 110 jaar lang wordt daar achter elkaar in die kelder getatoeëerd. Dat is natuurlijk, dat wordt dan holy ground. Ja, van Ole heb ik heel veel spulletjes geërfd en prachtige boeken met prachtige tekeningen en foto's van totaal bezopen tatoeëerders die in de shop liggen te slapen. Ik ben met Ole Hansen nog naar Peijs Sterrenbed geweest. Er was toen twee of drie weken voor de Peijter overlijdt was er de eerste tattooconventie in Amsterdam. Dat was in 1984 in Paradiso, door Henk georganiseerd toen. En toen lag Peijter op zijn sterfbed, dat was in Alkmaar. En toen kwam Ole hier al en toen had ik mijn moeder met Ole, want mijn moeder was ook een heel goede vriend van Ole Hansen. En die heeft toen met Ole gesproken en gezegd wat er was en zus en zo. En toen ben ik met Ole naar het sterfbed van Peijter geweest. En dat was een erg emotioneel tafereel. Dat staat echt nog steeds op mijn netvlies gebrand. En deze heb ik eigenlijk laten zetten op 18 mei 1984. Dat is een dag nadat Peijter was overleden. Een soort memorium aan hem. Yes.